Maatregelen voor het resort Yarikaba in Saramaka zijn verscherpt. Er is in het weekend namelijk een uitbraak van infecties geweest. Dit zegt DC Shireen Durgabansi van Saramaka. Volgens de burgermoeder zijn er nu in Yarikaba 14 actieve cases. Het gaat om een familiecluster. Het zijn allemaal mensen die hebben deelgenomen aan een crematie, zegt de DC. De verscherpte maatregelen houden in geen samenscholing. De openingstijden van winkels zijn teruggebracht naar 7 uur en de politie zal mensen bekeuren als die zich niet houden aan de COVID-19 maatregelen. En ook in samenspraak met de politie heb ik dan de bestuursdienst ingezet om dan voor handelsinstellingen om erop toe te zien dat de COVID-19 maatregelen worden nageleefd, de protocollen worden nageleefd. En de bestuursdienst was dan zo'n 2 weken actief in het veld. En het was een project van 2 weken, geslaagd project. Als we praten over verantwoordelijkheid van de samenleving, zag ik dan als districtscommissaris dat het een beetje ontbrak in Saramaka. En na die actie van ons, dat de mensen toch nog bewust werden, dat de bewustwording op gang begon te komen. Niet dat het er niet was, maar dat wij erop moesten toezien dat het nageleefd werd. Dus dat project was een geslaagd project. Dit van die active cases is van niet lang terug, is van afgelopen zaterdag. Zoals meneer Ori aangeeft, ze is nog bezig om te kijken hoe de mensen dan besmet zijn geraakt. Over een week denk ik dat meneer Ori meer duidelijkheid heeft daarover. Dat is het zo'n beetje kort over Saramaka. En ten aanzien van verscherpte maatregelen geldt het voor nu alleen voor dat resort eigenlijk, waar de uitbraak heeft plaatsgevonden. Dat daar in samenspraak met de politie de maatregelen weer zijn verscherpt. De vorige week waren er 15 gevallen in het westen, waardoor Apura, Washabo en Section in een totale lockdown waren gezet. Ondanks de lockdown zijn er enkele personen gevlucht naar Nikeri, zegt minister Omar Ramadin. Het was een noodmaatregel. En u snapt dat er ook mensen belangen hebben, zaken willen doen en afspraken hebben. En dat ze op elke manier zullen trachten de maatregel en de lockdown te overtreden door op dat moment onrechtmatig het gebied te verlaten. Oké, dus wat er nu ook gezegd wordt is dat men het vermoeden heeft dat deze mensen inkopen waren komen doen in Nikeri om weer terug te gaan. En op die manier er bewegingen gezien zijn. Maar ik heb het ook geroepen, ik heb ook de samenleving al daar opgeroepen. Indien u deze bewegingen ziet, dat u gauw reageert. Er zijn contacten met het lokaal COVID-team en de politie die daar adequaat op moeten reageren. De districtscommissaris al daar heeft de leiding van het COVID-team en ook zij dient de manschappen te alarmeren indien daar onregelmatigheden zijn. Tot zover minister Omar Ramadin van Volksgezondheid. Hij sprak gisteren op de persconferentie van het Outbreak Management Team in de congreshal.